even bij jou binnenkijken. Wat je allemaal al mist. Dan moeten we ook tandjes spitsen. Ja, dat is heel erg. Als je kiezen missen, hoe ouder ze kijken, vanaf 15 jaar tot het 15 jaar groeien kiezen, vanaf het 15 jaar groeien ze uit de kaak. Mm-hmm. Dus wordt die borstel steeds korter. Ja. Zeg je tussen de 25 en de 30 heb je mogelijk kans dat de kiezen los gaan staan. Maar hoe korter die worden, hoe smaller ze worden. Dus dan krijg je ruimtes tussen de kiezen. Normaal zitten die allemaal mooi aangesloten. En als er hele kleine ruimtes tussen zitten, ik noem maar iets, 1, 2 mm, proppen ze daar gras tussen. Dan krijgen ze zelf er tussenuit en dan blijft er een paar dagen tussen zitten, gaat stinken en rotten. En ze persen daar steeds nieuw gras bij, ze duwen het tandvlees helemaal naar onder. Dan gaat het tandvlees zitten ontsteken, dan gaat zitten rotten. Dus dan krijg je hele stinkende monden. En dan komen ze bang om te eten, er gaat pijn in de mond. Maar dat kan je niet makkelijk weghalen. Nee. De derde kies linksonder staat los, die gaan we eruit halen. De vierde kies rechtsonder is eruit, die missen. Ja. En als je nou hier kijkt, moet ik even goed laten zien. Hier zie je een heel klein gaatje. Ja. En dat is het gaatje waar de zenuw doorloopt. Oh, okay. Zie je dat, dit kleine puntje hier bij mijn nagel? Dat is het gaatje waar de zenuw doorloopt. Dat zit aan deze kant hier.